is het. Scott. Was ik een optreden, Hildo? Ja. Ja? Even sjongen. Oh jongens, lastig, lastig. Ah. Hoeveel hadden die? Tel eens. Goedemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Hildo wil haar vlecht hebben zien. Wat voor kleur is dat? Beetje peers roze. Beetje peers. Beetje peers roze. Wow. Mooi man. En wordt het weer mooi waaien, hoort? Ja, je we gaan weer rijden naar de. Sjuk, wat heeg in de lucht. Wow. Dat was te goed, jongen. Ja. Van jou op de planning. Wie gaan de laatste tarieringsdwaan van het Rockabilly Fest? Morgen is het Sofier. Ik heb mijn. Mijn famkebordje. Ja, tante Ilse is direct met famke. En Ilse en Chippen ben je het zij is hier trouwd. Dus jullie hebben een blomke, hè? Ja. Even een blomke, Helly. En een taart. Taart, nou, misschien helpt tante Ilse wel taart. Wie Helly blomkes? En een kaartje. Zie je dat dan? En nog taart. Wel lekker, vies, hè? Aha. Want mama is hier vast. Jazeker, hoor ik even deed. Ze verdienen een tost. Wat zegt hij de tost van? Wat er nog meer mij naar achter? Dan moet je dat even opzetten en dan gaan we aan eerst naar de winkel om blomkes en gaan we dan naar de theatertuin om alles kleed te maken. Ja? Ik wil nou naar de babbel. Dat doe ik, maar gewoon blomkes nog hebben. Yes, yes, uit de tuin. Uit de tuin of uit de kamel? Uit de kamel. Ja, komt hier hoor. Hi, Jeske. Hey, Popke. Ik wil naar binnen. Ja, maar het is lekker waar. Wie kon ik naar boeten? Hi, Jeske. Aan ze aaien. Wie kon hem aan? Zeker aaien. Is het? Als Scott. Nou jongens, dus dat is een beetje de planning van Juwet. Even blomkes hellen en de laatste tarieringen. Er is nog genoten. Dan wie had meestal wel die? Nou, met mijn schoon aan haar. En dan de laatste tarierings. Ik zou zeggen, doe mooi ja, maar ik net toch? Nee. Vind je het net te abonneren en te liken en ik neem je Juwet. Sokken. Waar? Mem had sokken, ja. Maar wat zei ze dan? Via het net te abonneren en te liken en ik neem je mute. Bye bye! Bye bye! Mooi, Jiske. Daar ben je er al. Daar ben je er al. Daar ben je er al. Hey, Lever. Hey, Lever. Oh! Doei, Jis. Krijg je een slikje van Jiske? Joegen die een dikke tuut, hoe het waar? Nee jong, maar stoor ik eens zeggen, net waar, Jiske. Net waar. Hier vindt hij gewoon heel lief, hè. Maar net zo fris, hè, zo'n grote slikker. Net zo lekker. Oh, tik op mijn slipslops. Doe dit net mij. Nee, Jiske, doet net mij. Dat is gezegd, doe maar eens op het tuin wassen. Doe maar eens op het tuin wassen. Ja, want aas, yes. Love you. Zo, nou, op om blom. Nou, zullen we even zitten met blomkes voor schelen? Wat zou tante Ilse mooi vinden? Genoeg leuks. Ja, genoeg. Genoeg leuks. Ja, genoeg leuks. Eens even kijken. Even kijken. Dit ben ze worden. En maak je maar eens even zien hoe grappig Ildo rent op haar slippers. Lukt het? Nee, is het wel los? Oh nee. Oh. Nee, doe ze maar uit. Neem ze maar mee. Uit en dan til ze maar. Niks worden. Maar ik ze tillen. Ik ga de handen op zich wel een beetje vol, hè? Jammer. Til ze de flipflops? Zo, volle beter, hè? Ga naar de auto. Dit is beter, hè? En op naar de theatertuin van de laatste varieringen van het Rockabilly Fest. Ik had er zo zin in. Joepie. Die mij. Peers is dat. Dat is een poppet, hè? Ik is drukker. Poppet. Poppet heet dat. Zullen we naar Beb? Ja. Gaan we. Nee, 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 nee. Nou, nooit ik je toch ben, ik moet even wat op het podium brengen. Maar zing je maar eens even een liedse roelering aan hoe het er rond nota uitzucht. Hier is de entree. Mooie blombakjes, lachjes. Nou, dan komt Sierra. En dan komt
Hier rechts komt het entreehakje. Dan kies bandjekeepje, muntjeskeepje. Dan is dit de bar. Dus het is eigenlijk een beetje aan deze kant, dus de bar. En daar komt de DJ. Nou, deze steentafels, maar we gaan ze nogal hier in een plakje aan. En onklaaien. En check dit dan, jongens. Bar, dansvloer. Dit is uw dikke, vette podium. Hoe vet is dit? Ik ben echt super grutskop. Ja, Joke en ik, Juster hiel daar met Douane West. Alles onklaaid. En je de zijkant mooi afwerken. Dat is net die zwarte bouwhekjes. Deze kant ook heel dol. Hier komt de man van de techniek te zitten. Die zit aan zijn hier. Er komt nog een tafel en dan kan hij het podium zien. Hier hebben we een super grote parasol. Echt huge. Dan komt hier de food hoeken. De meesten kunnen eten halen. Al je bankjes en tafeltjes. Hier. Oh ja, dit had ik ook nog maken. Dit wordt uw fotoboot. Je kiest dan een foto maatje en dan hashtag rockabillyfest en taggen. Zie je, zit het ook op. Grab a prop, take a picture, post it online, hashtag rockabillyfest. Nou, Ildo en ik en Zaken gaan alvast even verwaardingen. Hoe dat kan, hoe is de drankkist. Dit met alle props. Kun je wat dingetjes pakken. En dan kun je hier mooi vasting in een foto maatje. Ik ben heel benieuwd wat meesten de drank worden, maar nou ja, leuk had ze door, had ze net door, echt prima. Hier nog wat tafeltjes, ik kan meestal lekker zitten of eten. En dan had hij hier een bulte mij zonnebord smitten. Gaan we maar even een netje heen doen, want had ze vond ik wel leuk. Ik kies hier mooi met zonnebordje. En dan komen hier op het einde nog twee springkessers. En als het heel mooi waar wordt, misschien nog een sproeier van de band. Maar dat is een beetje het idee. En dus hij is saleerwest om overal een hikje te doen. Want ja, het is toch wel wat gevaarlijk met Lietse band. En dan hebben we dat toch wat afskut. Er zit er wel een dwark in, maar dan wil echt maar je stevige elastiek dat de ouders dat even wat mat. En dan kiezen ze nog wel een blok door de theatertuin dat ze willen. Maar dan is het wat afschermen. En dan had je direct mooi het overzicht door de hele tuin. Maar we zijn Shen, just het festival hier. Het theatergebouw. De fever. De beestjes. Het brechtje. Nou, hoe mooi wil je het? Ha, kijk wat. Dus dit wordt een beetje uw festivalsfeer. Nou ja, zat je hem zeggen, er mag nog wel wat gebeuren. We willen alle tafeltjes nog mooi aanklaaien. Er zijn nog 20 pakken strieën die we nog te plak hadden. En wat mooi wat van die smeren naar kleedjes. Hoe dat meestal direct lekker zitten kennen. Al je lekkere chillhoekjes van meisjes. Dat is een beetje het idee. Maar de basis is er al. Ik ben echt heel blij. Maar ik zal dit even te plakken in de dag. Shit, dat wil ik eigenlijk daar onder het kapstokje. Dus dat zal ik even fixen. Liek het echt even aan. Nou ja, dit zijn echt gewoon wat sfeerhoekjes. We hebben van deze lampen. Dat is echt zweverlicht. Er komt heel mooi een beetje oranje warm licht uit. De drummer kan hierop. En er komt een steelgitarist. Dat is een gitarist die, dat is de gitarist die tegen huis bent. Maar die kan dus echt steelgitaar spelen. En dan had er een tafelvader met een gitaar erop. Die komt hier te zitten. Ik kan de versterker er eventueel op. Nou, contrabassist aan die kant. En dan de zangers. Ja, dat denk ik. Zangers. En die zullen dan daarheen. En het publiek, ja. En het publiek is net onbelangrijk. En mama is even zien. Juster hadden ze al de lampiontjes in de tent hangen. En de lichtjes hingen erin. Tja, nog een van het publiek. Was er geen optreden, Hildo? Ja. Ja? Even jongen. Bootje varen, oppe. Hudde, wien en hegen, wij binnen net bang. Oh nee. Klasse, Eli. Hoi. Doe eens het al, Jelke. Jelke zal even, die had juist onder de lamp nog aansluiten. Altijd goed als was, zei het. Oeh, altijd spannend. Ja. Oh, de middelste net zeker. Wol? Ja. Oh ja. Ja, tje. Oh, wat mooi, hoor. Dit is toch verder. Ik toch even van een. Ja, eigenlijk met het zuster. Wij zat het al wat meer juntiet is, maar. Maar we zijn even zien. Hoe vet. Haha! Ja, super mooi. Ja, wij gaan jullie dwanen met de laatste tarierings. Er mag nog heel wat gebeuren, maar we hebben al heel volle wolden in. Maar dan ben je ook al meer dan een week dwanen. Want we zijn vorige week vreed begonnen.
Dus ja, we zijn ook precies hier een week dwaan en morgen is het. Dus we zijn echt wel een week bezig. En ik heel vaak ook daar. En die man zou ze elke jongen. En vreet sneur en snijden de hele dag. Dus ik word wel heel veel tijd en energie in zitten. Maar het is het echt wel waardig. En vooral nu we weten dat het mooi waar wordt. Want het weer van de week nog wel even spannend. Maar die hudde wien en rein en alles. En onwaar. Maar de tent is steenblun. Er lezen al wat bladjes hier en daarop. Maar hier is steenblun, hier zit squat. Dus we hebben heel wies mee. Dus, wij doen even een bakje koffie. Ik zie hem zo. Hem dit al zien. Trouwens, dit hebben we nog net in zien. Dit ben natuurlijk uw standaard theatertumbloesjes. Maar we hebben speciaal voor het Rockabilly Fest hebben dissen bedrukken litten. Die krijgt het hele team die het echt de Rockabilly organiseert. Die krijgt die jongen. Dus ik vind het heel vet. Schenkmatjes hingen hier al. Meestal weten ze hoe let ze waren, wat voor tjeerst haar. Want zonder de vrijwilligers kunnen we echt dit net aan. Dus ben ik tierenwies maar jullie vrijwilligers. Dus ja, ik maak eerst mijn koffie. Nou, hier gaan we bennenhoekjes. Ik ga nog 2 parasoltjes ophellen. Want ja, het wordt heel mooi waar. Dus dan is een parasoltje wel handig. Nou, hier kan de mem en hij het mooi op zitten. Kunnen ze mooi naar hun bandjes zien. Daar komen nog 2 springkessers. Kunnen ze ook naar de bandjes zien. Dus ja, van mij maakt dat wel leuk werk. Ik zit nog te denken om misschien nog zo'n scalp te halen waar het wet erin kan. Maar dat maar wist je. Zij is maar. Nou, hier is nog een hele zithoek gecreëerd. Die is een Little Clear voor het feest. Hier al je tientafeltjes hebben wat onklaard. Ze staan gewoon, weet het wel wat. Nou, en nu ben ik nog op ziek naar bordjes die in de vark direct verbieden springkessers van op eigen risico. En we hadden 2 springkessers, één van bandjes tot 4 en één van de oudere band, want ons gaat tot de 4e maal. Maar hier Katrin vorig die bordjes van maken, maar waar ben die? Ik zit even ziekje en ik weet dat dit heel lastig ziekje wordt, want het lijkt stampende stampvol. Maar ik ben op ziek. Die is echt leuk. Misschien een leuk plakje krijg ik in. Even zien, ik zie alle stwons hier. Hier ben nog wat bordjes. Dat hebben we hier al in. Toilet. Kids area. Oh, dat is misschien nog wel leuk. Die is wel leuk. Die keer zouden we samen maar. Dat hebben we hier. Main stage. Scott stage. Hebben we dat ding net? Nee, vind ik net. Oh jongens, lastig, lastig. Dat hebben we hier. Prijslisten. Oh, hier lezen we het, denk ik. Dusje. Of net. Nee. Nee, helaas. Wie ik al te mooi om weer te werken, voor het vinden koe, hè? Nee, dit zijn al je oren dingen. Zo'n soort bordjes wie in het al. Maar ja, weer. Nou, ik zal zien of ik er nog wat verder in komen kan. Dit is sowieso wel leuk. Main stage en kids area. A few moments later. Nee, helaas. Nou, dan ga ik zelf nog even wat uitprinten, plastificeren en dan doen we het op die wijze. Want ik vind het wel mooi dat het een beetje duidelijk is dat het echt puur voor de liedjes is en voor de grutteren. Want anders hebben we aan ongemak. En dat maar net. Dus ik zal ontypen en ontlamineren. Nou, we gaan het meeste van Juwet clear. Je hebt al je standjes gebouwd. Dat is nog het entreehokje met neemt te plakken, maar dat maakt de man maar even warm. En de springkessensteen. Dus dan zit ik even bij hem in de keurje. Check. Zo'n bakje. Hey! Hier een liedje voor band op 0 tot 4 hier. En hier een grutten. Ja, maar jij mij zo loopt, maar vanmorgen net. Morgen is toen dit de grut voor. Oh, maar je hebt een kroepelhintje. Oh. Hoe had die? Tel eens. Die beweegt. Die gaat wel heel snel. Dit is een beetje een oranje. Net naar reden, maar dan oranje. Doe de handen maar voor. Ja, nee. Hier wil toch op mee blowen. Ja, uit zaken. Nee, lees een handje maar voor. Nee, het is spannend. Beetje span, dat snap ik. Zet maar in de jas eraan. Oh, hier let hem zelf. Nou, springen, let eens wat Shen. Jeehoe. Machtig. Dit is vet. Kim Moon, heel erg lekker bordje, jongen. Super. Oh. Oh. Ja, jongens. De dag zit erop. Het was een lange dag, maar een hele leuke dag. Ja, spijt goed. Alles is clear. Moon, echt nog een pilaas. Denk je, die is echt op het laatste moment. Maar echt, de harde, saffolle dieren, Justeren, joh. Dat was super. Echt chapeau voor de vrijwilligers. Ja, hier is de wc'tje, hè? Wc snoep, eeuw.
Dus morgen kan het maar beginnen, het Rockabilly Fest 2023. Ik ga er super vol zin in. Het belooft mooi water, we houden alles op een rit. Dus het komt heel erg goed. Ik zou zeggen, voor snel een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauw toonk omheen via het net het chillen te downloaden van je tablet. Als telefoon. Oh, naar je chillvlog.